met nieuwe auto's. Dat betekent een nieuw spring-event. De 2015 editie op de Wezen Airport. Een van de vaste waarden hier op Spring Event. Misschien wel het hele gebeuren, het sprinten. Maar ja, wat vinden de rijders daarvan? Mark, wat vind jij ervan? Ja, heerlijk. Je kan gewoon legaal eventjes volgaan. Veel nieuwe auto's, nieuwe gezichten, maar toch ook weer bekende. Je ziet hier de gekste dingen. Een GTR met 900 pk of een getunede Ferrari. Kortom, op Spring Event is alles mogelijk. Een bekend gezicht, Jurek. Hoeveelste editie is dit voor jou? Tweede editie. Tweede editie voor Jurek. Hij heeft het naar zijn zin, is waanzinnig snel. Heb je al wat gewonnen? Ja. Nee, veel wel, veel niet hoor. Er zit allemaal echt wel een snel spul tussen Turbo S. Dat is niet toch het niet. Een Jeep aanrijden, een Mercedes getuned door Brabus. Marcus, how many horsepowers do this car have? 800. 800. Na veel bekende gezichten natuurlijk ook nieuwelingen. Sebastian, jij bent hier voor het eerst? Klopt, ja. Hartstikke leuk. Met een 911 991 Turbo S, die is erg snel, of niet? Ja, en standaard. Dus het is leuk vandaag. Ik heb begrepen dat je deze net aangeschaft hebt. Ja, klopt, een week geleden. Heb je dat misschien gedaan om hier dan de snelste te zijn en de langste te hebben? Ik had een 911 Turbo, de vorige cabrio. Ja. En we waren bezig om te laten titelen. Voor het Spring Event. Uiteindelijk ook maar een nieuwe gehaald, van andere gehaald vorige week. Nou, we gaan er zelf ook een poging wagen. Dus ik doe mijn microfoon aan de kant en plankgas. Heel hard rechtuit gaan is natuurlijk heel erg makkelijk. Het gas intrappen en gaan. Maar hier op het driftpaddock gaat het om echte rijvaardigheid. Ik zag je losgaan met de RA. Ja, klopt. Zo, af en toe is het om het voor te doen even makkelijk om wat dingen uit te leggen. Maar uiteindelijk gaat hij het zelf zo meteen net zo goed nadoen natuurlijk. Hartstikke leuk. Is het moeilijk met een quattro auto driften? Het is anders. Je moet net wat andere technieken toepassen dan bij een achterwielaandrijver. Maar het is altijd mogelijk zoals je zag. Het is echt heel tricky hoor. Het is echt... Dat het moeilijk is weet ik, maar ik wens je heel goed. Dankjewel. Wat echt kicken is natuurlijk, is deze Lamborghini Murcielago LP640 Roadster. Maar Kevin, wat heb je precies aan deze auto gedaan? Deze auto is een bodykit opgekomen van Liberty Walk. Dus de velgen hebben we gedaan van RSV Forged en de bodykit van Liberty. Dus een spoiler, uitlaatsysteem, achterbumper, allemaal aangepast. Dit is echt exclusief. Waarom stoom je de auto's eigenlijk en was je ze niet gewoon met water? Nou ja, ten eerste, je gebruikt veel minder water. En ten tweede, ja, je stoomt gewoon echt alles los. Dus je hebt geen rare chemicaliën nodig. Als
jij Spring Event moest omschrijven in één woord? Sensationeel. Sensationeel. Awesome. Fast. Fast. De 2015 editie was wederom geslaagd. Ik heb heel veel enthousiaste mensen gezien. Heel veel mooie auto's gezien. En wat een spektakel. 2015, je was geweldig. Ik zeg 2016, laat maar komen.